breng nu de kleine boy naar opa en oma. Milan is in het nieuwe huis. Ik ben zo benieuwd, jongens. Maar hij gaat 3 nachtjes bij opa en oma slapen, zodat wij nou even flink aan de bak kunnen. We moeten ze toch zoveel inpakken. Dat is echt, ik ben er een beetje bang van bij de gedachte alleen al. Zijn we aangekomen. En kijk hoe mooi deze kleur. Skin powder. En natuurlijk even een goede before van de vloer nu. Terwijl er ligt helemaal niks. En straks komt een mooie visgaat hier te liggen. Oh, ik heb er zo'n zin in. Lintjes moeten nog gaan komen. Oh, ja. En de kast. Oh, wat een feest dit. Het is ook lekker omdat er nog niks in zit. Ja, maar kijk, we hebben ook zo'n mooie lader voor mooie accessoires. En hier kunnen best wel wat schoenen ook hoor. In onze slaapkamer hebben we ook skin powder. Mijn vader heeft alleen het verkeerde bandje geschilderd. Die dacht dat het bed zo kwam te staan. Maar het bed komt zo te staan. Dus de kleur komt ook op dit bandje nog. En hier komt dit meubel te staan. Met alleen nog even één dingetje missen we natuurlijk weer van de IKEA. Dus dat moet nog eventjes gaan we zo halen. De spiegelkast. Oh, wat een feest dit echt. Er komen nog allemaal plankjes. Heel blij mee. Lekker charming ook met die toiletrolls. Het is de kleur Parma Gray van Farrow & Bowl. Ik twijfel nog een beetje om deze kleur ook op die muur te doen. Wat denken jullie? Ik weet niet zo goed hoe ik zijn kamertje moet gaan indelen. Ik weet het nog niet. Ik denk dat het gewoon als de meubels hier staan, dan lekker gaan schuiven en kijken wat leuk is. Goed, dat is even de progressie. Wow, zijn we weer hoor. We zijn er weer, ja. Maar we gaan er ook weer snel uit doen. Roosje wilde graag hot dogs. IJsje. We zijn weer terug van de IKEA. Nu zijn we alweer zo ver met de vloer. Echt super, super blij mee. Mila gaat even een stukje doen. Ja, doet hij het zo goed? Nee? Goed, en dan moet ik hem erin slaan, toch? Even een kleine zwangerschapsupdate tussendoor. Chocola begint me weer goed te smaken. Gelukkig maar, want als je me ergens wakker voor kan maken, is het chocola. Dat vond ik echt een hele tijd niet lekker. Veel te sterk van smaak of zo, maar nu. Zo ziet de bank eruit. In combinatie met de vloer. En de kleur van de muren. En oh, ik ben zo verliefd. Het is nu nog wel verder deze staat. Morgen gaat hij weer verder. Gaat hij natuurlijk doortrekken naar de hal en naar de keuken. Ik kan echt niet wachten tot het er helemaal in ligt. Visgraat leggen is nog best wel wat lastiger in ieder geval dan gewoon normaal kliklaminaat. Dus het was best wel een klus voor hem. Maar hij heeft het echt onwijs mooi gelegd. Ik ben er echt zo blij mee. Dat is eigenlijk even de update voor nu. Hier in dit huis. Morgen dan gaan we alleen maar inpakken. Zaterdag gaan we alleen maar inpakken. Dus ja, verstand op nul, blik op oneindig. Go with the bananas. En dit pakketje kwam net binnen. Ik had het bij de Soeks. Heb ik zo'n heel mooi pompom. Die heb ik eigenlijk al heel lang. Maar ik vind onze slaapkamer heb ik nooit heel fijn gevonden. Maar deze slaapkamer, daar gaan we een heerlijk plekje van maken. En dan heb ik zo'n mooi sprei gekocht met van deze pompons eraan. En last but not least is dit supermooie witte linnen beddengoed binnengekomen van Meet. Met een mooie sprei erop. Ja, ik kan niet wachten om hier lekker te gaan slapen. Nou, dat was wel een succesvolle dag, Moppie. Ja, dat was een lekker dagje. Ja, vloer ligt er half in. Morgen gaan we verder. Ja, nou ja, voornamelijk inpakkings. Morgen gaan we sowieso inpakken. Misschien nog even heen en weer. Ja. Dat is wel echt een nadeel van in een andere stad wonen, dat heen en weer rijden. Ik ga het gewoon proberen. Een bakkie, moet hij niet aanruiken. Maar ik denk dat ik het gewoon nodig heb. Hier gaan we. Het gaat al wel beter dan een paar weekjes terug. Het is wel grappig. Volgens mij lust ik nu steeds ietsje meer. Geuren gaan iets beter. En bepaalde smaken ook. Dus er zit wel een soort van vooruitgang in, gelukkig. Nog niet zoals het was, helaas. Maar het is altijd wel te doen. Wanneer dit soort
dingen tegenkomt tijdens het inpakken. Dit is toch zo leuk om terug te zien. Het zijn altijd geen zwart-wit foto's. Hoe anders zijn we hier? Dit was in Ibiza. Nou, dat is zo... 2014 of 2015. Oh, dat is zo grappig. Nee man, 2004 denk ik. Dit was in Brussel. Nou, dat is ook echt al heel lang geleden. Nou, het is allemaal lang geleden. Ik denk dat het zeker wel 10 jaar geleden is. En dit soort fotoboeken. Eén onvergetelijk jaar samen. Kijk Mila nou zonder baardje. Dit was echt mijn look. Haarbandje en dit soort oorbellen in. Oh, kijk hoe creatief ik ook ben met foto's in plakken, jongens. Toch niet normaal. Mila en ik hebben ook op steldans gezeten. Oh, dit is zo grappig. Toen maakten ze al heel veel foto's. Zelf ontspannetje. Goedemorgen. Het is zaterdag. The day before the big move. Dit is de staat van het huis. Gisteren hebben we echt super veel ingepakt. We zijn echt alleen maar bezig geweest. Jullie hebben volgens mij daar maar een paar beelden van gezien. We hebben echt even doorgeknald. De keuken is helemaal leeg. En de slaapkamer boven is één ontplofte zooi van dozen, plastic zakken die naar het goede doel gaan. Best wel intens allemaal, maar goed. Het is ook weer zo'n ochtend waar alles misgaat. We hebben vanochtend weer flink ingepakt. Het is nu volgens mij bijna 12 uur. Het is al 12 uur geweest. En we gaan nu naar Utrecht toe om de bank in elkaar te zetten, tafel in elkaar te zetten, lamp op te hangen, de stofzuigen schoonmaken. Zodat we morgen gewoon in één keer, dat het huis gewoon startklaar is voor de verhuizing morgen. Dus dat het verder gewoon lekker netjes is en schoon is. Dus ja, dat gaan we nu. Tada! Is die dan? Met pootjes en al nu. Oh, heerlijk bankie. Alright, moeten we hem even schuiven? Ik ga deze lamp maar even in elkaar proberen te zetten. Weet je wat Milan zijn reactie was toen hij deze lamp zag? Tenminste, toen hij dit uit de doos haalde. Hij zei dat hij het vond lijken op een of ander oud, verrot barbecue stel. Ja. Oké, dat was de lamp waar ik nou over heb gespaard en al heel lang op een lijst had staan. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Als je dit zo ziet, word je nog niet heel blij. Nou, eerste deel is klaar. En ondertussen geniet ik nog even van deze heerlijke rust. En van deze lege woonkamer voordat hier morgen 385.000 dozen gaan staan. Een stukje stof er nog omheen. En dan is het klaar. Nou, dat was hem dan. Nou ja, toch wel een van de laatste ritjes op deze scoopmobiel door ons Amsterdam. Ik heb zonder kop zo meteen beginnen en dan is het... Dat is ons huis. Dat kan ik nu wel echt laten zien. Want we wonen nu niet meer. Ons mooie huisje. Ons oude, kijk dat puitje. Kom er ook mooi, bij. Hè? Het is een goede engel dit. Ik weet nog zo goed dat we hier voor het eerst gingen kijken, liefie. Het was een super, super fijne tijd hier. Maar we zijn ook echt zo klaar voor een nieuwe stap. En voor een lekker nieuw huis. Home sweet home. Hoe laat is het, liefie? 2:12. 2:12. Best netjes nog. Ja. Ik ben helemaal kapot. Ik ben echt zo moe. Om 6 uur gaat weer wekken. Want het verhuisteam hebben dit keer lekker een... verhuisteam gefixt. Die staan om 7 uur al voor de deur. Alright. Ik zie jullie morgen. Morgenochtend vroeg. Slaap lekker. Goedemorgen, lieve mensen. Oh, ik ben zo blij dat deze dag erop zit. Vandaag is de dag van de verhuizing. De verhuizers kunnen er ieder moment eigenlijk wel zijn. Alles is ingepakt. De slaapkamer ziet er nu zo uit. Hopen dat het allemaal een beetje soep gaat verlopen. Iets soepeler dan de afgelopen dagen. Dat zou fijn zijn.
zijn ze hoor. Oh, ik ging nog maar even van dit uitzichtje. Dit mooie uitzichtje. Die ga ik echt missen. Oh, shit is getting real. Ik weet nog zo goed dat ik deze stickertjes op zijn kamertje op de wand aan het plakken was. Vol verwachting. Geen idee nog wat ons te wachten staat. Het eerste jaar met Eloy hebben we hier zo met zoveel plezier gewoond. En om daar dan afscheid van te nemen is gewoon best wel, ja, best wel moeilijk. Ik heb al heel wat gehuild, hier kan ik je vertellen. Ik heb al afscheid genomen van deze kamer. Nou, en dat was het dan hier op de Prinsengracht. Oh. Staat een verhuiswagen. Zo'n bijzondere tijd hier gehad de afgelopen 2 jaar. Ik weet nog dat we 2 jaar geleden op 12 februari verhuisden. Het is voor ons wel echt een hele bijzondere plek geweest natuurlijk. Waar zoveel is gebeurd, waar ons leven is veranderd. Met Eloytje erbij. En ja, waar we nu ook erachter kwamen dat ik voor de 2e keer zwanger ben. Ja, het is wel echt, ik vind het echt best wel emotioneel allemaal om hier weg te gaan. Maar goed. Ik heb ook heel veel zin in ons nieuwe avontuur. Lekker dichtbij. Bij iedereen, mijn vrienden, familie. Lekker nieuw plekje. Ja, we houden ook wel echt van veranderingen hoor. Dat hebben jullie misschien ook wel gemerkt. Alles uitdoen. We komen hier uiteraard nog terug. Want we moeten hier nog heel veel schoonmaken. Maar doe je kamertje van mijn allerliefste Eloytje. De nachten die ik hier heb doorgebracht. Dat ik niet wilde slapen of dat ik krampjes had. Of... Oh man. Doei slaapkamer, badkamertje, doei, doei huisie. Hier zijn we in het nieuwe huis. Oh, alles is binnen en ik zit nu echt op zo'n punt van waar moet ik beginnen. Ja, nog maar even het werk aan de winkel. Oh, wat een hoofd. We zijn inmiddels al eventjes verder. En ik zal wel dit hoofd even niet meer filmen. Maar onze progressie. Want, kijk nou. Oh, ik ben zo blij. Dit kastje. We waren eigenlijk, we dachten misschien moeten we een ander tv-kastje hebben, maar ik vind het zo mooi qua kleurencombinatie staan met het okergeel en het turquoise en de kleur van de wanden en het kleed. Dat ik het eigenlijk wel heel tof vind zo. Dus ik moet even kijken, nou ja, wat we daarmee gaan doen. Maar voor nu is dit even hoe het erbij staat. En verder nog genoeg dozen. De lamp is opgehangen. En zo meteen dan komen mijn ouders gezellig ook. Milan's moeder is er gezellig. En gaan we lekker, hebben ze lekker soep gemaakt voor ons, super lief. En allemaal lekkere dingetjes nemen ze mee. Dus gaan we zo gezellig hier eten. Nou, het is toch wel een heel knus hoekje zo geworden, liefie. Mm-hmm. Ben je er blij mee? Mm-hmm. Sorry, ik vraag altijd dingen aan jou op de meest onmogelijke momenten. Stiekem is dit allemaal nog niet op orde hoor. Dat moeten we morgen nog eventjes doen. Super voldaan. Het is allemaal zo goed gegaan en zo snel gegaan. Eerste avondje in ons nieuwe huis. Morgen gaan we gewoon vrolijk verder, liefie. Ja joh, ja, ik vind dat niet erg zo hè? Nee, ik ook niet. Ik vind het inpakken erger dan uitpakken. Uitpakken is leuk. Dan ga je alles lekker een plekje geven en dan is het weer gewoon een soort van nieuwe frisse start. En inpakken is gewoon irritant. Goedemorgen. Gezondheid. De eerste nacht was een groot succes. Onze kleine apie, die hier nu heerlijk in zijn stoeltje zit, heeft tot 9 uur geslapen en wij dus ook. En dat konden we natuurlijk heel goed gebruiken. Zo hè. En liefje, na gisteren. Zo. De eerste ochtend in ons nieuwe huis. Dus we gaan nu lekker ontbijten en we gaan vandaag hier nog verder rommelen. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende vlog, want het is vandaag maandag. En ik dacht, misschien is het wel handig om hem hier af te sluiten, want er best wel veel is gebeurd de afgelopen dagen. En ik genoeg materiaal heb om aan jullie te laten zien. Dus ik zie jullie in de volgende vlog. En dan zijn we hier ons lekker aan het settelen. Bedankt voor het kijken. Doei!